Burgemeester Mark Bouwmans is sterk voorstander van de invoering van het Engelse model als het gaat om de veiligheid van voetbalstadions. Daar is een onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid. Bouwmans pleit hiervoor na het instorten van een deel van de tribune een maand geleden in het Nijmeegse Goffertstadion. In Engeland hebben ze het eigenlijk als een soort van semi-publieke instelling geregeld. Een beetje tussen private partijen, de voetbalclubs, de stadioneigenaren en de overheid in. Ja, daar zitten gewoon deskundigen, technici die ook echt verstand hebben van stadions, van stadionbouw, van constructies, van evenementen, van grote aantallen publiek. En die kunnen dan goed toetsen, ook met die deskundigheid, omdat ze misschien wel 50, 60 stadions per jaar controleren. En dan weet je ook dat het goed zit. En ik kan me ook voorstellen dat supporters dan ook met een beter gevoel naar het stadion gaan. Want hoe je het ook went of keert, na AZ, na Twente, na NEC, kan ik me voorstellen dat mensen daar toch wel een beetje zorgen om maken. De gemeente krijgt jaarlijks vanuit de KNVB de vraag om een veiligheidsverklaring voor het stadion te ondertekenen. Maar de gemeente heeft geen deskundigen in huis om de veiligheid van het stadion te onderzoeken. Het is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het stadion en de gebruiker dat je aan de vereisten van de vergunning om betaald voetbal te kunnen spelen voldoet. Maar het voelt natuurlijk een beetje onheimisch, ook omdat de KNVB het eigenlijk buiten zichzelf stelt. En ook om die reden zou het heel goed zijn dat er een onafhankelijke toezichthouder komt. De veiligheid van stadion De Vijverberg is afgelopen jaar nog gecontroleerd. De gemeente heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat het stadion niet veilig zou zijn. Het is wel zo dat de club nu nog een keer alles goed toetst. Dat vind ik ook heel verstandig. Want gegeven wat er in Nijmegen is gebeurd, wil je gewoon 100% zeker weten. We moeten even afwachten wat daar uitkomt. Er wordt nu natuurlijk zonder publiek gespeeld. Ik verwacht dat het niet heel lang duurt dat die rapportage beschikbaar is. En die zullen we dan ook zeker met de club bespreken.